Goedemorgen Paameijer. 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 Goedemorgen, het is 10:55. Niet precies op tijd, 2 secondes. Welkom bij een nieuwe Goedemorgen Paameijer. Vandaag zit ik hier met Anja. Anja, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Dankjewel, Mattie. Ja. Wat kom je eigenlijk vandaag vertellen aan ons? Jullie hebben me gevraagd of ik het een en ander over gezonde voeding wilde vertellen. En wat het precies is en wat het met je lichaam doet. Dus alles wat je wil weten over gezonde voeding, gezond eten. Ik ben er. Oh, ja, leuk. Kan je een beetje vertellen over wie jij bent en wat je doet? Ja, nou, mijn naam is Anja van der Ham. Ik werk 12,5 jaar bij Paameijer. En ik ben van origine ben ik horecakok, instellingskok, dieetkok. En ik geef les aan mensen met afstand op de arbeidsmarkt, aan vluchtelingen. Kooklessen en gezonde voeding. En daarnaast ben ik ook begeleider van Paameijer. Wauw, dat is heel veel. Ja. Kan je een beetje vertellen wat nou, want je noemde heel veel koks, instellingskok, wat moet ik me daarmee voorstellen? Goeie vraag, Timothy. Ja. Is natuurlijk een verschil tussen horecakok en instellingskok. Een horecakok is eigenlijk een kok die werkt als je bijvoorbeeld lekker uit eten gaat in een restaurant en je bestelt daar een lekker voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, dan staat de kok vaak voor 1, 2 of misschien 4, 5 personen te koken. En ben je instellingskok, dan sta je in een hele grote keuken te werken. En dan kook je wel voor 3, 4, misschien wel 1000 mensen op een dag. Bijvoorbeeld als je in een ziekenhuis werkt en voor het personeel en mensen die ziek zijn. Er liggen wel 1000 mensen misschien in een ziekenhuis. Ja, dan kook je hele grote hoeveelheden. En dat ben je instellingskok. En een horecakok kook je ook heel lekker natuurlijk, maar gewoon minder grote hoeveelheden. Dus dat is het verschil. Ah, oké. Okay. Dus oké. En dan ben je ook nog, heb je ook nog een dieetkok. Hè? Vroeger was dat meer als tegenwoordig. Maar vroeger als mensen bijvoorbeeld in het ziekenhuis lagen en die hadden bijvoorbeeld diabetes of suikerziekte of ze mochten geen zout. Dan ging je in de keuken, dan ging je dat bereiden. Dan ging je bijvoorbeeld de soep maken, maar dan geen zout erin. Want dat mochten ze niet. Of je werkte zonder suiker, want dat mochten ze ook niet. Dus dan was je dieetkok. Ah, oké. Okay. Nou, dat. Ik kan me voorstellen dat als je een instellingskok bent, dat je dan heel de dag alleen maar aan het koken bent. Is dat niet. Heb je dan niet zoiets van. Als je thuis komt, dat je zoiets van. Nou, ik ga nu niet koken? Nou, er komt wel heel vaak voor dat ik al thuis kom en ik denk, ik ga nu niet koken. Maar ja, weet je, thuis moeten we ook eten. Ja. Dus uiteraard. Als je thuis komt, gaan we gewoon weer lekker door. En dan gaan we ook koken. Ja, nee, dat is zeker waar. Ik ga eventjes kijken naar de chat, want die is alweer druk aan het kletsen, iedereen. Leuk. Even kijken, wat zeggen ze allemaal? Goedemorgen iedereen in de chat. Er zijn ondertussen 11 mensen die aan het kijken zijn. U bent toch, Sabine zegt, u bent toch van Paameijer? Anja? Ja, ze is van Paameijer. Ja. Ze bedoelt van Paameijer smaakt gezond. Ja. Zegt dat iets? Ja, Paameijer smaakt gezond is het werkproject waar ik op het moment werk. Oh. Ja, dat is een instelling van Laurens, van Simeon en Anna. En daar zijn we ondersteunend in de keuken. En daar koken we iedere dag 180 maaltijden vers. Samen met cliënten. Ah, oké, wauw. Ja. Even kijken hoor. Jolanda Lubbelinkhof zegt goedemorgen Anja. Goedemorgen Jolanda. Even kijken. En dan heb ik hier nog ook, want dit zijn Jolanda ken ik ook, hè? Die hebben bij mij in de cursus gezeten. Ah. Ja. Oké. Er zijn een heleboel mensen die aan het kijken zijn op dit moment. Dat is leuk. Echt superleuk. Ja. Gezonde voeding. Dat heb je in alle soorten manieren. Wat is nou voor iemand die bijvoorbeeld heel simpel
gezond wil leven, vooral met eten, wat zeg je tegen die persoon eigenlijk? Ja, nou ja, dat kom ik vaak tegen die vraag, hè, van ja, weet je, we weten natuurlijk allemaal wel dat het belangrijk is voor ons, hè, gezond te eten. En als ik vraag, nou, wat is dan gezond? Dan zeggen ze vaak groente en fruit. Klopt ook, dat is ook hartstikke gezond. Maar kijk, de allerbelangrijkste tip is dat je vooral zelf vers blijft koken. Gezonder kan het bijna niet. Je hebt dan zelf in de hand wat je doet met je producten. De toevoegingen heb je zelf in de hand. Weet je, je koopt gewoon je verse product, je aardappelen, je groente, je vlees. Dat maak je lekker op smaak. Nou, hoe je dat zelf wil, met verse kruiden, specerijen. Dat is eigenlijk gewoon de tip die ik aan mensen geef. Wil je gewoon lekker gezond eten, blijf dan vooral gezond zelf koken. En ja, maak het je eigen niet te moeilijk. Ga het niet hele moeilijke gerechten maken. Hou het vooral simpel. He, simpel kan al heel snel met een lekker stampotje, stoofpotje, aardappelen, groente, vlees lekker op smaak brengen, roerbakken. Dat is vooral wat mensen moeten blijven doen. Die kant-en-klare maaltijden, die halffabrikaat, weet je, een beetje van jezelf, een beetje van magie. Het is allemaal slecht. Het is zout, het is suiker, het is niet goed voor je. Oh ja, en wat we vooral nodig hebben met een gezonde voeding is natuurlijk de voedingsstoffen, hè, die we nodig hebben om te functioneren, om te bewegen, om te praten, om te sporten, zodat we niet ziek worden. Hè, de juiste vetten, vitamines, mineralen, voedingsvezels, water, vitamines, dat is belangrijk. En als je gewoon iedere dag je maaltijd gewoon zelf kookt, krijg je dat uiteraard al gewoon standaard binnen. Oké. Nou ben ik altijd iemand, qua eten vind ik het altijd lastigst. Ja, wat ik dan zeg maar, ik heb dan het balans tussen wel brood of niet brood gevalletje. Want dan eet ik bijvoorbeeld magere yoghurt, Franse yoghurt, 0% vet. En dan heb ik zoiets van, ja, met muesli of krusli, een van die twee, ik weet even niet welke wat is. Ja. Maar dat schijnt dan gezond te zijn voor je ontbijt. En dan heb ik zoiets van, wat moet ik in de middag eten? Want ik heb ook weer gehoord dat brood niet zo gezond is. Maar dat verschilt dan wat voor soort brood? Ja, ja. Ja, het wordt natuurlijk ook gewoon hartstikke lastig, hè. Want als jij naar de bakker gaat, dan zie je echt heel de bakken vol met brood. En hey, wat is het nou? Nou, in principe heb je eigenlijk maar gewoon twee soorten brood. Dus witbrood en bruinbrood. Ja. En het allerbeste brood wat je kan eten is volkoren. Volkoren producten zijn gewoon het allerbeste voor je. Als je eigenlijk naar de voedingswaarde kijkt die je nodig hebt voor je lichaam, volkoren producten zijn het beste. Dus als jij 's middags gewoon lekker drie volkoren boterhammen eet met boter en jonge kaas, is dat een prima lunch. Oké. Er wordt hier gevraagd door Mega Ray 2, zijn kroketten gezond? ja, zijn dat gezond? Ja, kijk, alles wat je frituurt is natuurlijk niet zo gezond. Maar er is wel een hele leuke vraag. Er was vroeger altijd wel een dingetje van, wat is nou gezonde, een broodje gezond of broodje kroket? En wat komt er uit de strijd? Broodje kroket is gezonder als dat broodje gezond. Dus dat geeft bijna een error in je hoofd van, hoe kan dat? Ja. En dat komt natuurlijk dat gewoon alles onder de loep wordt genomen. Want wat is nou echt gezond aan het broodje gezond? Dat is dat plakje sla, die komkommer en die tomaat. Maar die vleeswaren, de kaas, dat is natuurlijk helemaal niet zo gezond. Hè? Dat is vrij vet voor je allemaal. En als je dan gaat kijken, wat zit er in een kroket? Luister natuurlijk, een kroket, welke kroket? Heb je een vleeskroket, groentekroket, kipkroket, kaaskroket? Dan kun je dat weer naar kijken. Jee, maar ik wist niet dat er zoveel kroketten waren. Ja, zeker niet die kaaskroket. Ja, dus ja, daar kan je dan ook nog naar kijken. En doe je de kroket in de oven, ga je hem frituren, weet je. Tuurlijk mag je best eens een kroketje, maar iedere dag een kroketje is natuurlijk weer niet goed. Ja, want ik denk wel dat u bekend bent met de airfryer. Ja. Wat vind je daar nou van? Ja, wat vind ik daarvan? Ja. Ik vind het prima. Laat ik het zo zeggen. Waarom vind ik het prima? Omdat je niet meer zoveel in de frituur zelf gooit. He, je doet misschien één lepeltje olie in de airfryer. Of soms helemaal niet. Nee. En dan kun je lekker toch je patatjes, je kip of je aardappeltjes, je bitterballetjes erin doen. Maar vergeet niet dat al een voorbewerking heb gehad. Hè? Alles wat je in de airfryer kan doen, is al een keer gefrituurd geweest.
Dus dan moeten de mensen echt wel denken van, oh, ik ben lekker gezond bezig. Ja, ben je, maar je bent een beetje gezond bezig. Ah, een beetje gezond, oké, okay, ja. Nee, maar hoort... het is natuurlijk wel hartstikke goed, hè, want je stopt het niet in de frituur. Nee, precies, klopt. Even kijken. Ja, Sabine die zegt, ik vind uit de frituurpan lekkerder dan uit de airfryer. Ja, maar dat komt. Waarom is dat, snap denk ik? Ja, omdat we dat natuurlijk gewend zijn. Wij zijn natuurlijk gewend om snacks uit de frituur te eten. Weet je, dat is hetzelfde met mayonaise. Dat vinden we lekker. En als jij zelf verse mayonaise maakt, dan zeggen we vaak, dat vind ik echt niet lekker. Maar dat zijn we niet meer gewend, hè, die smaak. Oh, als we maar iedere dag, of in plaats wat je uit de frituur eet, nu uit de airfryer gaat eten, dan ga je dat op een gegeven moment echt veel lekkerder vinden. Want je mist de vette smaak. Ja, je went er dan aan, zeg ja, maar. Ja, en je lichaam doet dat heel snel als je dat de kans geeft. Ja, ja de, Tanja die zegt ook, als je de airfryer gebruikt, dan zijn kroketten, frikandellen en zo wel lekker. Even kijken hoor, want ik zag hier ook nog een vraag tussendoor komen. Er zijn heel veel comments. Ronald zegt, Anja, ik heb ook heel de tijd terug meegedaan in een werkgroep Paameijer Proef. Daaruit is kookboek, daaruit is een kookboek uitgekomen. Weet je daar iets over? Kookboek? Ja, klopt. Ja, volgens mij heb ik daar zelfs ook nog een recept voor geschreven. Oh? Ja. Ja, dat was destijds, is al een tijdje geleden hoor. Daar ben ik nog niet zo lang bij Pa Meijer, toen ze daarmee bezig waren. Als ik het goed heb tenminste, anders moet je me even herstellen. want dat weet ik, want volgens mij was dat toen als kerstcadeau gegeven aan iedereen binnen Pa Meijer. Dat boek. Dat was wel heel leuk. En wat was dat recept dan die je had geschreven? Oeh, dat is een goeie zeg. Ja, weet ik niet. Zou ik even moeten graven joh, daar ben ik nog niet zo lang bij Pa Meijer. Oh, oké, nou, dat geeft niet. Voor de mensen die het wel weten, laat het achter in de comments. Zodat wij het ook wel even weten. Want ik ben er ook wel nieuwsgierig naar. Ja. Vind ik het ook wel belangrijk om te benoemen. Wat is nou, want dat heb ik vaker gehoord in mijn leven. Wat is nou de schijf van vijf? Ja, de schijf van vijf. Ja, de schijf van vijf is eigenlijk gewoon een beetje een richtlijn. Dat is van de voedingscentrum, van de overheid. Die doet de schijf van vijf. Waarom? De schijf van vijf is eigenlijk van, nou, als we dan over gezonde voeding hebben, vinden mensen vaak moeilijk van, wat mag ik nou wel eten, wat mag ik nou niet eten? En dat is natuurlijk ook hartstikke lastig. Precies. Dus die schijf van vijf, die hebben ze bedacht, ontwikkeld en die is door de jaren heen continu aangepast. Iedere keer gaat die schijf ook een beetje draaien, want dan zijn we er weer achter gekomen dat dat toch weer gezond is en dat wat minder. Dus die schijf van vijf is eigenlijk gewoon een richtlijn, weet je. Als je die opzoekt, dan is het een schijf en die bestaat uit vijf delen. Het is een soort pizza, die bestaat uit punten. Nou, dat is die schijf van vijf en die zegt, joh, hè, je mag heel veel brood en granen eten. Je mag best wel vlees en vetten eten, zoveel groenten, zoveel fruit. Zodat je kan zien van, joh, als je soms twijfelt of wat is nou wel goed, wat is nou niet goed, pak die schijf van vijf erbij, zodat het je voor jezelf makkelijker maakt. Het is eigenlijk meer een richtlijn van, joh, wat is nou wel goed voor me. Dus zo'n schijf van vijf is altijd, ja, fijn dat het er is. Je zoekt het op via Google of je kijkt het in een boek en dan weet je al gelijk van, oh ja, ja, dat is toch wel erg goed voor me. Of daar moet ik toch wat minder van eten of daar moet ik wat meer van eten. Oh. Dus de schijf van vijf is echt wel iets wat je van, kan je even terugvallen. Oké, okay. Ja, ik heb het ook wel eens, ik kijk er ook wel eens af en toe na om even inderdaad op terug te vallen van, ja, wat is nou belangrijk, hè? Want tegenwoordig weet jij, is er zoveel informatie. Precies. Van gezond eten. Ja. Maar voordat wij verder gaan over gezonde voeding, ga ik jullie een filmpje laten zien. Samen met Herman de Blijker, die met Matthijs ook gezond is, gaan boodschappen doen. Dus daar gaan we even naar kijken en dan zijn we zo bij jullie terug. Onze collega ging langs bij Herman de Blijker met een boodschappentas vol met gezonde eten. Maar blijkt het ook zo gezond als het zo is? Ik ga een spel spelen met jou. Wat voor spel? Is er gezond en ongezond is. En wat hebben we al boodschappen bij je? Zeker wel.
Laat zien, laat zien. Nou, ik heb hier aardappelpuree. Ja, maar waarvoor zou je dat nou in een pakje halen? Waarvoor kook je niet een aardappel en maak je dan puree? Maar wat je wel kan doen hier, woon je alleen? Woon je op jezelf? Zeker, ja. Ja, nou, dan moet je dit pakje doen. Maar doe je er veel water in en een bouillonblokje, dan wordt het soep. Maar of dat nou echt gezond is aan een pakje, liever vers. Dan heb ik hier een Chinees burger. Wil ik er niet over hebben. Nou, dan maar... Ja, kijk, op zich zijn die pakjes niet zo erg, is makkelijk. Maar als je dit alleen maar zou eten, is het niet gezond. Er zit heel veel smaak- en kleurzouten in. Dat is niet goed voor je zootje binnen. Het liefst gewoon verse pasta en carbonara is heel makkelijk om te maken. Aha. Ja? Mooi. Ja. De volgende is een lekkere tomatencremesoep. Maar waarom nou die pakjes? Het is makkelijk en als je flauw bent en je bent aan het werk en je bent thuis, maar het is alleen maar zout en suiker. En als je dit niet wil, moet je dit niet eten te veel. Nog één. Fruispoes. Drink jij dit veel? Nou, nee. Wat denk je, is het daar gaat je gezond of... poep licht van geven. Oh. Is niet gezond, is misschien lekker als je dorst hebt effen. Mm. Maar waarvoor in het seizoen niet gewoon een appel eten of een meloen of een banaan of dat je in een apparaat staat bij de Paameienstichting. Even lekker sapje maken zelf. Hey, weet je wat ik nou leuk vind? Jij komt allemaal met die bagger aan. Jij moet gewoon met die Paameier afspreken dat jij een keer met z'n tweeën komt koken bij mij. Ja, ik zou het heel leuk vinden. Ja? Oké, spreken wij het af. Oké. Ja? Lieber. Dankjewel, jongen. Ja, daar zijn we weer. We zijn weer terug. Jullie hebben net een filmpje gezien van Matthijs samen met Herman de Blijker. Ja, hun gingen eigenlijk samen boodschappen doen. Dat is een filmpje die al een aantal jaren is gemaakt. Dit is eigenlijk de korte versie ervan. Want ja, ik kon het niet helemaal laten zien, want ja, dan hadden wij geen tijd meer om Goedemorgen Paameier voor te zetten. Dus mochten jullie geïnteresseerd zijn in het hele filmpje, dan kunnen jullie dat kijken als het goed is op het YouTube kanaal van Paameier Media zelf. Even terugscrollen naar heel lang geleden. En dan kunnen jullie eens kijken. Ja, dan hadden we, zie ik nu hier wat vragen. Tanja zegt, ja, het is een leuk kookboek. Ik heb het ook nog steeds. Oh, leuk Tanja. Maak je er nog veel gebruik van? Dat is wel goed. Even kijken. Wat wordt er allemaal nog meer gezegd? Even naar de volgende vraag ondertussen ook. Nou was ik eigenlijk nieuwsgierig naar deze vraag. Want hè, door de jaren heen zijn er natuurlijk verschillende diëten ontwikkeld. Maar er is wel eentje die mij altijd zo bijbleef. Veganisme. Kent u dat? Of, tuurlijk. Ja, ik heb toevallig ken ik mensen die dat ook doen. Maar ik vind dat mensen die zeg maar veganistisch zijn, die gaan best wel ver. Vindt u dat niet soms, zeg maar, dat ze daar ver in gaan? Ja, dat is een keuze. Je hebt natuurlijk vegetariërs en je hebt veganisten. En veganisten die doen niets wat met dieren te maken heeft. Hè? Zoals we eten niks van en drinken niks van dieren, dragen niks van dieren. Alles wat met dieren te maken heeft gehad, dat nuttigen en dragen ze niet. Ja, dat is een overtuiging, dat is een keuze. Ja. Ja, het gaat ver, maar goed. Ja, dat is inderdaad ieder zijn keuze. Ja. Maar ik heb dan wel eens meegemaakt dat dan bijvoorbeeld aantal vitamines tekort komen of voedingsstoffen die ze dan niet krijgen omdat ze dan niet alles eten. Ja, ja, ze moeten wel wat ervoor in de plaats zetten, dat klopt. Ja. Ze moeten wel meer noten eten en zaden. Om inderdaad, en de calcium, hè, dat is ook wel een dingetje wat tekort gaat komen op een gegeven moment. Ja. Dus ja, daar moeten ze wel wat voor in de plaats zetten, dat klopt. Ja, nee, dat zie ik dan wel eens zo gebeuren. Ja, het is wel een hele mooie overtuiging. Ja, want het is best wel een hele, kijk, dat is nou een mooi voorbeeld van bijvoorbeeld hè, dat je er heel erg veel aan het doen bent om gezond te leven, hè. Je bent eigenlijk gewoon heel je levensstijl aan het veranderen.
Ja. Dus dat is inderdaad wel mooi. Ja, kijk, zelf ben ik wel echt wel een vleeseter. Ja. Dus dat zal voor mij wel echt wel moeilijk worden en zijn. Ja. Nee, precies. Dus ik heb vol respect voor mensen die dat goed kunnen laten. Dus ja. Ja, precies. Want ik ben zelf een beetje een zo nu en dan vegetariër, laat maar zeggen. Zo nu en dan eet ik bewust geen vlees, omdat ik dacht, nou, vandaag even niet. Maar de volgende dag wel weer wel. Dat dan weer wel. Ja. Maar als je dan geen vlees eet, eet je dan een vis? Visje erbij? Of? Nee, ook niet eens. Gewoon helemaal niets. Gewoon heel simpel een boterham met aardbeien. Of met andere zoetigheid. Maar gewoon even niet. Ja. Oké, ja, dat kan. Dat is, het is niet zo erg. Want ze hebben ook wel eens gezegd vanuit de regering dat ze zeiden van ja. Dat ze eigenlijk aan het kijken zijn naar dat ze willen dat mensen minder vlees gaan eten. Ja, nee, dat is helemaal in opkomst natuurlijk. Ja, ja. Nou, voor het milieu, ja. Kost geld, ja. Hebben het nodig. Ja, ja ik denk dat per persoon verschilt. Hè. Kijk, je zal het wel nodig hebben voor bepaalde voedingsstoffen, maar dat... Ja. Nou, klopt, hè. We hebben natuurlijk wel vlees nodig, hè. Voor de bouwstoffen, voor de eiwitten, dat is wel belangrijk. Ja. Alleen, heb je iedere dag vlees nodig? Nee. Nou, niet per se, nee, natuurlijk niet. Ja, weet je, dus dat is weer die voedingsstoffen die je nodig hebt om te functioneren. Heb je natuurlijk wel wat dierlijke producten nodig. Alleen, ja, hey, als je dat 3 keer in de week zou nuttigen, dan zou dat voldoende zijn voor je lichaam. En, ja, precies. Bij 7 dagen in de week, dus ja, dat is eigenlijk alweer too much. Dus ja, ja als je kan promoten inderdaad dat het minder kan, wat je nodig hebt, ja, dan... Is dat mooi? Of in ieder geval beter vlees, weet je. Als je ziet in de bio-industrie hoe dat eraan toe gaat, dan worden we er helemaal niet vrolijk van. Dus daar zouden we natuurlijk met z'n allen wel naar kunnen kijken dat dat beter kan. Ben ik wel mee eens. Ja, nee, nou kijk, weet je, dat is zeker wel goed. Want zo ga je wat meer gevarieerd eten. Ja. En dat kan ook lekker zijn. En het is in dit geval gezonder voor je. Ja. Dus... Ja, en dat is wat ik zelf persoonlijk ook wel probeer te doen. Al moet ik zeggen, ik ben ook wel echt een vleeseter, dus het is wel lastig. Maar goed, die vegan, die vegetariërs, je ziet tegenwoordig wel heel veel vleesvervangers. Hè? Ze zijn wel bezig om dat vlees te vervangen voor andere eiwitrijke producten daarin. Dus op zich is dat natuurlijk al een hele goede vooruitgang. En ik moet zelf zeggen, ik heb wel eens een vegetarische schnitzel op. Of een vegetarische hamburger of een vegetarische kroket. En ik moet zeggen dat ik het verrassend lekker vond. Dus eigenlijk is dat best goed, die vooruitgang. Ik heb een keer een broodje kroket bij de dierentuin besteld. En die was dus zonder vlees. En die was erg lekker. Dus weet je, langzaamaan gaat daar wel een verandering in komen. Ja, nee, ja, want ik weet nog toen ik in mijn jongere jaren, zeg maar. Hè, toen dat, nou, zo oud ben ik ook weer niet. Nee. Maar toen weet ik nog dat groenteburger eigenlijk best wel nieuw was. Ja. En toen was het nog zo van, ja, het smaakt niet of het is droog. Nee, en dat is het weer, hetzelfde met die airfryer. Het is gewoon wat je lichaam aan bent. Hè, en wat je in je systeem zet, daar ga je gewoon lekker vinden, ga je aan wennen. En zo'n groenteburger, dat is hartstikke lekker. En als je dat gewoon kan vervangen als vlees, zo 1 keer in de week, 2 keer in de week, dan zijn we eigenlijk al best wel goed bezig. Ja, precies. Ja. Brian die vraagt, hoe kan je het beste met je eetpatroon omgaan? Ja. Hè, om dat misschien goed aan te houden, hoe doe je dat? Ja. Inderdaad, nou, je zegt het zelf al, je eetpatroon is wat je er zelf inzet. Ja. Kijk, als jij gewoon voor jezelf zegt, joh, ontbijt, lunch, avondeten. Als je dat gewoon iedere dag doet, dan heb je natuurlijk al een eetpatroon. Ja. En dan heb je ook structuur in je dag. Hè? Kon jij 's ochtends om 11 uur je bed uit en je gaat dan eens een keertje lunchen. En je gaat dus om 7 of 8 uur je avondmaaltijd in. Dan heb je natuurlijk geen goed eetpatroon. Eetpatroon is wat je er zelf inzet. En dat is gewoon ontbijt, lunch, avondeten. Dat doe je zelf. Dat is gewoon een stukje wat je gewoon voor jezelf moet zeggen. Ja, precies.
Ik ben even de verbinding met de chat kwijt. Geef dat ding aan. Dus ik ga even een bericht sturen om te kijken of we dat kunnen fixen. Laat even weten of... Ah, nee, er is alweer verbinding gemaakt, zie ik. Oké, okay, nou, dan hoef ik daar niks meer aan te doen. Ja, dat zag ik even in mijn ooghoek gebeuren. Ja, nee, precies. Een eetpatroon en een structuur in je eten is heel belangrijk. En, ja, dat is zo. Ja, dat is ook heel moeilijk, hè? Dat is een hele moeilijke vraag. Dat is ook een hele goede vraag. En ja, het is wel iets wat ik gewoon kan zeggen, is dat je dat zelf moet doen. Je moet het echt uit jezelf doen. Ja. Ik heb daar ook wel ervaring mee dat ik een tijdje gewoon van alles at, weet je. Vooral toen ik net op mezelf woonde. Nou, je moest me zien. Ik dacht van mezelf, ja, ik kan eten wat ik wil. Ja, maar dat is ook leuk toch, eventjes? Ja, heel even is het leuk. Maar ja, daarnaast merk je toch dat je, je komt aan. Ja. Je conditie is niet zo lekker. Nee. Dus kijk, nu sinds een aantal jaar ben ik wat gezonder aan het proberen te leven en eten. En ik merk ook gewoon dat je lichaam er even aan moet wennen. Ja. Om bijvoorbeeld 3 keer per dag te eten of ja... En weet je wat het is? Je lichaam, dat gaat heel snel, hè? Als je bepaalde systemen in je lichaam zet. Als ik een week lang zeg, joh, ik sta om 8 uur op en om 9:30 ga ik het ontbijt. En om 1:30 neem ik de lunch en om 6:30 ga ik avond eten. Dat doe ik gewoon structureel een week. Dan krijg ik op een gegeven moment, als ik wakker word, denk ik, ik heb honger. Want het is 9:30. Om 9:30 ook een beetje trekken, want ik wil eten. Je lichaam weet ook gewoon bepaalde tijden wat er dan gebeurt. En dan krijg je ook gewoon trek om te lunchen of te eten. En dat is dan al wat je in je systeem hebt gezet. Maar ga jij s'avonds om 11:00 een zak chips eten, en dat doe je ook iedere dag, dan zegt je lichaam om 11:00, ik heb trek in chips. Want ja, het klinkt lullig, maar zo werkt het wel. Ja, dan is hij dat gewend, inderdaad. Ja. Dus, jongens, voor de mensen die dus wat gezonder willen gaan eten en leven, geef je lichaam even wat tijd, want daar moet hij aan wennen. Ja. Als je dan bijvoorbeeld gezonder wil leven en je wilt 11:00 geen chips eten bijvoorbeeld. En je lichaam schreeuwt, ja, ik wil chips. Dan moet je dat even vervangen door iets anders, iets gezonders of helemaal niet. Oh ja, kijk, het ligt een beetje aan hoe laat je naar bed gaat. Maar 11:00 vind ik al vrij laat op de avond. Ja, precies. Dat en naar is mezelf zeker kijk, wel dan is dat wel een beetje bedtijd aan het worden. Ja, nee, absoluut. Weet je, dan is dat natuurlijk ook niet echt goed, hè, om voordat je gaat slapen om te gaan eten. Want... een hele belangrijke factor, wat ik heel veel lees en heel veel hoor van mensen ook, is dat een goede nachtrust en op tijd gaan slapen ook bijdraagt aan het afvallen. Ja, klopt. Ja, maar zo en zo is slapen ontzettend belangrijk voor je lichaam. Ja, dat maar klopt. Inderdaad, kijk, dan val je van af. Want je lichaam en je hersenen en alles is nog wel steeds in beweging in je lichaam. Ja, dus ja, dat is die zijn dan 's nachts aan het verbranden, hè? Ja. Ja, ja toen ik dat voor de eerste keer hoorde, dacht ik ook zoiets van, hè, wauw. Ja, ja, het is al inderdaad zo'n die dingen die we maar voor lief nemen, hè, dat we niet zo goed snappen, maar het is gewoon waar. Ja, nee, precies. 8 uurtjes slapen hebben op een dag, dat zou is gewoon perfect. Ja, nou, dat is dan weer een goede motivatie om op tijd naar bed te gaan. Ja, zeker. Tanja die zegt, sommige mensen slaan het ontbijt over en dat is slecht. Is dat slecht? Ja. Kijk, weet je wat het is? Ervan uitgaan dat je inderdaad gewoon lekker op tijd naar bed bent gegaan. Je staat 's ochtends op en je denkt, nee joh, ik neem geen ontbijt. Hup, en je bent druk en je gaat naar je werk of je gaat naar de sportschool. Je moet naar school, waar je ook wel mee bezig bent. Ja, op een gegeven moment, je bent zoveel aan het verbranden in je lichaam. En je geeft niks aan je lichaam. Dat je lichaam, die gaat je voeding uit andere delen van je lichaam halen. Waar je op een gegeven moment zegt, zo, ik krijg hoofdpijn, ik word moe, ik ben lusteloos. En dat komt omdat je niet goed voor jezelf hebt gezorgd. Want je moet 's ochtends beginnen met een ontbijtje. En dat kan yoghurt zijn, kwark, krekkertje, boterhammetje. Je moet die brandstof, hè, om te blijven bewegen, die moet je wel aan jezelf geven. Ja, als je in je auto geen benzine kreeg, gaat die ook op een gegeven moment stoppen. Dat werkt bij ons ook zo. Hè? Die boterham die ik eet, dat is mijn brandstof om te kunnen functioneren. Dus ja, het is in principe best slecht om je ontbijt over te slaan. Nou ja, jullie horen het. Ontbijt is altijd heel goed. En ik denk dat als jij op tijd naar bed gaat en dan vervolgens vroeg wakker wordt, dat je dan vanzelf eigenlijk honger krijgt. Als ik 's ochtends wakker word, het eerste wat ik denk, ik ga lekker douchen, omkleden, bakkie koffie, ontbijtje. Ja. Omdat ik dat in mijn systeem heb gezet. Ja, en daar vraagt mijn lichaam om. Nee, precies.
Even kijken. Jaspal die zegt, ik krijg vaak vroeg honger voor het avondeten. Nou heb ik dat zelf ook. Ook al eet ik gewoon goed hè, door de dag. Hoe komt dat eigenlijk? Ik heb dat net voor 4 uur, want ik eet graag 5 uur mijn avondeten. Dan heb ik om 4 uur krijg ik ineens trek. Denk, okay. Ja. Ja, 4 uur, dat is echt zo'n tijd ook. Hè? Daar hebben we allemaal hè, last van. Vroeger ja. had je die reclame van nu even niet met kup en soep. Ja, 4 uur was ook kup en soep. Snap je? Ja, dat is echt zo'n momentje. Dat het zo'n overgang momentje is, hè? Dat je suiker nodig hebt of je lichaam hebt heel veel verbruikt of je bent heel druk geweest. Dat je net even wat meer calorieën nodig hebt en dan ga je lopen staaien, dan ga je lopen snoepen, koekje, sippie, chocolaatje. En ja, dat moment dat is gewoon heel lastig. Je kan dan bij jezelf denken, hoe komt dat? Heb ik wel een goed tussendoortje genomen? Heb ik wel goed de lunch gehad? Ben ik verder gegaan als dan mijn lichaam kon. Ja, daar kan je naar kijken. Misschien heb je een krekkertje meer nodig. Vaak is dat net inderdaad zo'n dingetje. Maar misschien komt het ook omdat je dan op dat moment weet, ik ga het zo eten. Hè, je hoofd is er al mee bezig. Je ruikt misschien lekkere luchtjes. Het kan van alles zijn waarom je dat hebt. Maar het is wel iets wat heel veel mensen last van hebben. Ja, inderdaad. Heb ik nog een vraagje. Wat is eigenlijk het gekste wat je ooit hebt gegeten? Ja, dat is een hele goede vraag. Toen ik leerling kok was, toen ik nog in de horeca werkte, en dan werk je in verschillende restaurants en dan leer je de leukste en de lekkerste gerechten, maar ook gerechten waarvan ik denk, oké. Toen heb ik ooit een keertje slakken moeten maken. Escargots. Dat vond ik al zo wel heel bijzonder. En toen moest ik het ook nog een keertje proeven. En dat vond ik echt wel een dingetje, merkte ik. Vond het ook niet lekker. Nee, ik vond de gouden boten waarin ze werden bereid veel lekkerder als de slakken zelf. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Oh ja, nou dat is ook niet voor mij weggelegd, als ik het zo hoor. Nee, ik heb dat ook... Nou ja, goed, er zijn mensen die vinden het heerlijk. Ja, ik kan het niet zo. Nee, dat klopt. Nee, dat is inderdaad zo. Sabine die zegt, ik schep altijd twee keer op. Is dat goed of maakt dat niet zoveel uit? Ligt het eraan wat je eet? Vind ik wel een hele goede vraag. Ja. Nou, als je 2 keer opschept, is dat wel een heel groot compliment voor degene die dat bereid hebt. Dat betekent dat je het wel erg lekker vindt. Ah. Zo en zo. Maar als je... Kijk, je moet het zo zien. De voedingsstoffen die we nodig hebben, de hoeveelheid die we nodig hebben... Dat is in principe niet zo heel veel. Hè? Als je gewoon zegt van joh, aardappelen, groente, vlees, 100 gram aardappelen, 150 gram groente, 100 gram vlees. Dat is eigenlijk genoeg wat je lichaam nodig hebt aan voedingsstoffen. Ja. Dus alles wat je nog een keertje opschept, heb je niet nodig. Vind je alleen maar lekker en ja, kan je wel gewoon van aankomen. Dus ja, is het goed? Ja, goed voor degene die zegt zo lekker is het, maar heb je het nodig? Nee. Ja, nee, precies. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt, hè. Want je hebt al eigenlijk gewoon de aantal gegeten wat je nodig hebt. Ja. En dan ben je eigenlijk aan het eten meer voor de lekker dan voor je honger. Ja. Ja, nee, dat snap ik zeker. En dat zet natuurlijk wel meer extra calorieën aan, waardoor je natuurlijk wel gewoon op een gegeven moment zwaarder kan worden. Ja, nee, dus het is niet altijd even goed om 2 keer op te scheppen. Heel af en toe kan wel. Ja. Ja, ik snap het hoor, want het liefst doe ik dat ook wel eens. Ja, precies. Heerlijk. Nou, dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag. En dan gaan wij deze mooie livestream afsluiten. Wat is tegenwoordig, als je kijkt naar nu, hip eigenlijk qua eten? Dat is ook zo'n trend, hè? Wat voedingstrend, hè? Wat natuurlijk gewoon continu in beweging is. Wat is hip met eten op het moment? Nou, wat ik heel veel zie in de winkel, dat is dat hummus, hè? Die kikkererwten. Ja. Dat is wel heel erg in. Dat is best lekker trouwens. Ik dacht eerst kikkererwten, hummus. Maar ik heb al een paar keer gegeten nu en nogmaals, het is verrassend lekker en erg gezond voor je. Wat ook in is die pokeball, weet je, die pokeballs, die zijn heel erg in. Ja, die hebben allerlei soorten, maten en... Nou, dat is ook erg gezond en erg lekker voor je. Dus dat is wel een hele goede ontwikkeling. Dat is wel hip. Je hebt die ramen, die Japanse soep.
Die ken je ook. Ramen, ja. Dat is ook heel erg in opkomst en dat kan je allerlei toppings ingooien en hoe je het maar lekker vindt. De bereidingswijze en hoe het eruit ziet is echt super mooi en ook gewoon lekker. Nou, dat is wel, denk ik, zoals ik even een beetje uit mijn hoofd zeg, wel een beetje, waarschijnlijk zijn er natuurlijk nog veel meer andere leuke dingen in omloop, maar dat is wat ik eventjes kan verzinnen. Ja, nee, precies. We zijn al een beetje over de tijd heen. Dat geeft niet. Chaco wenst ons een fijne dag en een fijn weekend. Jij ook een fijn weekend, Zeker, dankjewel. Fijn dat je er was. Nou moet ik dit toch eigenlijk vragen voordat ik dit afsluit. Waar kan ik jou eigenlijk voor wakker maken om te eten? Dat zijn wel heel veel lekkere dingen hoor, die je mij voor wakker maken. Ja. Maar allerlekkerste, en het is vrij simpel, is toch wel stamperd zuurkool. Stamperd zuurkool? Met worst. Zo. En vette jus. En vette jus? Ja. Nou. Dat vind ik toch wel erg lekker. Ja. Nou ja, dat... Dat kwam me wel voor wakker maken. Ik vind stamperd zuurkool vind ik niet zo, maar... Heel veel mensen delen deze mening ook niet. Ja, nee. Maar ik vind het wel erg lekker. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Goed jongens, we gaan deze leuke stream helaas afsluiten. Ik wil jou bedanken voor deze stream. Dankjewel. Dan wens ik jullie een fijn weekend en gezond eten, jongens. Ja, anders komt dat. Anja achter jullie aan. Nee, bedankt dat je er was, Anja. Tot ziens. Tot ziens, bedankt. Ik vond het heel leuk om te doen. Kijk. Thank you.